Dit weekend begint de zomertijd, maar het weer blijft voorlopig nog hangen in de wintertijd. Deze zaterdag dan hebben we te maken met veel wind en felle buien die over het land trekken. Daarbij is kans op hagel, zware windstoten en onweer. Tussen de buien door is de zon wel af en toe te zien. Het wordt 10 graden op de Wadden tot 13 graden in het zuiden van het land, maar door de wind voelt het veel kouder aan, ook als de zon even schijnt. Dus die warme jas en een paraplu heb je deze zaterdag echt wel nodig. En dan zondag. Op de eerste dag van de zomertijd regent het in het zuiden van het land langdurig en mogelijk krijgt ook het midden van het land ermee te maken. Het is nu nog wat onzeker hoe noordelijk de regen komt, maar het noorden van het land houdt het waarschijnlijk droog. De temperatuur komt uit op 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden en daarmee is het vrij fris. Na het weekend wordt het echt kouder. Koude lucht stroomt dan uit over het land met maartse buien en daarbij is kans op natte sneeuw en hagel. De maxima komen dan uit rond 6 graden. Later in de week gaat de temperatuur weer omhoog, naar een graad of 10, maar het blijft dan nat en wisselvallig. Ik wens jou een mooi weekend.